Felix van der Wissel hier dus ook aan tafel. Hij heeft een nieuwe dokterspraktijk in Amersfoort-Vathorst. En zijn beloftes zijn groot. Minder patiënten per uur, meer aandacht voor de patiënt en minder wachttijden. We hebben wat beelden van Felix gekregen, hier zien we het. Het ziet er hartstikke huiselijk uit ook. Ja, dat was ook echt de bedoeling. Om echt gewoon een warme sfeer te creëren. Mensen moeten zich thuis voelen. Maar een warme sfeer, we hebben ook beelden van, kijk, de operatiekamer. Ja, vind ik niet bij een dokterspraktijk passen. Nou, huisartsen doen natuurlijk steeds meer zelf. En wij gaan nog een stap verder. Dus wij hebben nu eigenlijk in ons nieuwe concept hebben we eigenlijk ook gevraagd om specialisten erbij te krijgen. Dus we gaan in de eerste lijn, dus rond de huisarts, zelf specialisten inhuren om de huisarts te ondersteunen. Meer kennis en kunde eigenlijk op de plek, in de wijk, neer te zetten. Maar die specialisten worden dan weggehaald bij de ziekenhuizen? Ja, dat klopt in eerste instantie. Maar wij verwachten eigenlijk dat die specialisten ons weer dingen kunnen leren. Of verpleegkundige specialisten die dat al doen. Physician assistants, dat zijn een soort HBO-dokters. Die eigenlijk ook dit soort operaties mogen uitvoeren. Die kunnen ons prima ondersteunen. En betekent hoe meer kennis wij hebben, hoe minder mensen we hoeven door te verwijzen naar het ziekenhuis. En het ziekenhuis veel duurder. Maar wat is het dan zo erg aan mensen doorverwijzen naar het ziekenhuis? We hebben maar één zak geld. En de zorg wordt steeds duurder. En dat betekent dat we gewoon als burger, zoals ik, zoals jij, zoals mensen thuis, die moeten gewoon best veel steeds meer premie gaan betalen. En het ziet er naar uit dat zometeen een derde deel en misschien wel zometeen 50% van ons inkomen aan zorg besteed wordt, aan je premie. Dat kunnen we niet meer betalen. Maar dit lijkt me ook een hartstikke dure praktijk. Nee. Ja, hij is misschien duurder dan als je vroeger gewoon bij je huisarts kwam. Maar we hebben uitgerekend dat wij al 35% bezuinigen op de ziekenhuizen. En betekent dat je dan gaat kijken van wat het is. Het ziet er heel mooi uit. En dat is alleen maar uiterlijke schijn. Maar daadwerkelijk zorg leveren op deze manier in de wijk. Het gaat vaak meer over het management wat veel duurder is. En een ziekenhuis is een groot moloch. Is gewend van oudsher om zo te werken. En het kan veel efficiënter voor eenvoudige dingen. En we moeten het ziekenhuis houden. Zoals in Amersfoort. Ik ben super blij met het ziekenhuis. Maar wanneer ga je dan nog naar het ziekenhuis toe? Voor topklinische zorg. Dat betekent, wij stellen zoveel mogelijk de diagnose al rond de huisarts, samen met de specialist. En we sturen daarna eigenlijk de patiënt met de diagnose al richting het ziekenhuis. Want nu gebeurt het vaak dat dokters in de haast zeggen van, nou gaan we naar het specialist. Ja. Zo dus werkt het nu. Wij hebben tijd gebrek. Dus wat we hebben gedaan, we hebben gezegd van, nou, waar hebben we behoefte aan in Vathorst? We hebben een walk-in centrum ingesteld. Dat betekent dat mensen gewoon binnen kunnen lopen, zonder afspraak, ouderwets. Willen ze een dokter zien op de dag dat zij vrij zijn. Dat is niet je vaste dokter, want vaak hebben mensen zeggen van, nou, ik wil heel graag Felix zien. Nou, dan moeten ze misschien wel een week of twee weken wachten, omdat ik een hele drukke agenda heb. Maar we hebben er nu wel voor gezorgd dat ik extra tijd heb als die mensen dan komen. Dus dat betekent dat ik meer dan de afspraak is. Wij hebben normaal gesproken 10 minuten voor een patiënt. Ik heb zo meteen 15 minuten. Dat lijkt niks, maar 5 minuten is 50% meer dan dat we anders hadden. Hebben jullie wel eens een gehaast gevoel als je naar de dokter gaat? Ja, soms wel. Het is toch een krappe tijd dat je heel veel dingen moet gaan zeggen tegen een dokter. En wat ze ook al adviseren van maak een lijstje. Dat je denkt van ja, dat is toch wel. Ja. Maar dit klinkt super rooskleurig. Dit klinkt echt van dat ik denk, waarom, als dit zo perfect is, waarom bestaat dit dan nog niet? Nou, dat is een hoop wennen. Het betekent ook dat ziekenhuizen durft ook niet wat los te laten. We zijn het nu met z'n allen eens dat we zorg moeten verplaatsen. Dat we het anders moeten doen, omdat het onbetaalbaar wordt. Dus de noodzaak wordt steeds hoger. We hadden het net over de milieueisen en dat soort dingen. En ook het klimaat. Hetzelfde geldt voor de zorg. Dus het betekent dat we met z'n allen dingen moeten bedenken. En ik hou van innoveren. Dus ik denk heel erg na over hoe kan het anders. Nou, daar ben ik al jaren mee bezig. Eigenlijk al 18 jaar. En je ziet dat nu pas de tijd er rijp voor is om dit initiatief op poot te zetten. Dat heeft ook nog te maken met dat we een huisartsentekort hebben. Dat betekent dat op dit moment heel veel huisartsen die zwaaien af. Dat zijn de babyboomers. Die zijn zo meteen klaar. En betekent dat ze geen opvolging kunnen krijgen. En dat komt ook omdat we heel veel jonge collega's hebben. Die denken van ja, we blijven liever waarnemen. Dus we vervangen even een huisarts. Maar we willen geen eigen praktijk. Want het is veel te veel sores. Nou, met dit model wat wij nu hebben een soort spinnenweb opgezet, is het. Ja. Is dat wij eigenlijk zeggen, nou, die jonge huisartsen gaan we ondersteunen door, net als een ziekenhuis de specialist ondersteunt, gaan wij nu de huisartsen ook ondersteunen. Zodat ze eigenlijk zich helemaal kunnen richten op de zorg en dat een beetje is gespreid. Mooi. Ik ben heel benieuwd. Jullie zijn sinds maart open, dus we houden het in de gaten. Volgende week opening, open dag. Oh, officiële dus, opening. Dus mensen zijn welkom tussen 12 en 3 uur in Vathorst. Nou, en wie weet wordt dit landelijk opgepikt. En is dit dat zijn we zeker van plan. Ja, we gaan ermee afsluiten. Hartelijk dank voor jullie verhalen en u thuis voor het kijken.